Op 6 december, voor de wedstrijd tegen FC Groningen, vond in het Philipsstadion de jaarlijkse Banner Battle plaats. Aan de fans van PSV werd gevraagd een spandoek te maken en die vlak voor de aftrap massaal omhoog te houden. Voor de maker van de mooiste banner had PSV een mooie prijs in petto, zijn of haar gewicht in bier. Op woensdagochtend reisde PSV-TV af naar Lieshout om de liters bier op te halen en veilig af te leveren in Veldhoven. Want daar woont de winnaar van deze editie van de Banner Battle. Wij komen wat bier afgooien. Ah, dat mag altijd. Kom verder. Goedemorgen. Wij zijn van de postcode loterij. Nee, wij komen even vragen of jij nog wat ruimte over hebt in jouw koelkast. Heel veel. Nee, want je hebt nogal wat bier gewonnen. Ja, leg eens even uit waarmee je dat precies gewonnen hebt. Dat was met de Banner Battle. Daar heb ik een banner gemaakt. En ja, met die banners waren prijzen te winnen en ik heb de eerste prijs gewonnen. Dus. Ja, en wat heb je precies gemaakt? Want we hebben heel wat banners in het stadion gezien, maar wat heb jij precies gemaakt? Ik heb het gezicht van Frits Philips gemaakt in het Philips logo. Ja, dat vond ik wel een mooie combinatie om dat zo te doen. Dus. En waarom Frits Philips? Ja, Frits Philips, dat is gewoon de man van PSV natuurlijk. Dus ja, dat... Ja, logisch. Ja. Nou, dan gaan we nu maar eens even kijken wat de beloning is. Want als het goed is, komt hij dadelijk aan de voorkant van jouw balkon komt hij aanrijden. Dus dan moeten we maar even gaan kijken. Nou, hartstikke mooi. Doen we. Dan zal ik maar vast beginnen, denk ik, hè? Proost!